Op de derde dag van het WK zeilen in het Noord-Spaanse Santander mogen onze dames van de 470-klasse eindelijk het water op. Namens de Deltaloid kernploeg strijden twee teams om de prijzen. In het ene team Michelle Broekhuizen en Marieke Jongers. In het andere team Afrodiet Kiranaku en Anneloes van Veen. Team Kiranaku van Veen kent een heerlijke eerste wedstrijd. Na een goede start komen ze als eerste bij de bovenboei en geven ze tot aan de finish de concurrentie het nakijken. Met een tiende plek in de tweede race staan ze voorlopig zevende. Het resultaat is op dit moment niet zo heel belangrijk voor ons. Het evenement is echt nog super lang en dit is pas de kwalificatiefase. Dus nog een lange weg te gaan en we blijven focussen op het proces. Afrodiet Kiranaku is van origine Grieks en heeft pas sinds kort een Nederlands paspoort. Nu is het voor mij de eerste kans dat ik Nederland mag kwalificeren. En het voelt echt dat ik, ja, ik ga mijn eigen land kwalificeren. Dat is echt een bizar gevoel. Heb je dan ook dat oranje leeuwtje in je hart zitten nu? Ja, nou kijk. Oranje. De oranje leeuw komt ook behoorlijk bij team Broekhuizen Jongers. Na twee races staan ze voorlopig 15e. En met zo'n sterk deelnemersveld biedt dat perspectief voor de rest van het WK. Maar er is nog meer goed nieuws uit het kamp van de Deltaloid kernploeg. In de laserklasse gaat Nicolas Heijnen na vijf races aan kop van het klassement. En ook Marit Bouwmeester in de laser radioklasse laat van zich horen. Zij staat na vijf races voorlopig derde.